FC Groningen speelt zondag een belangrijke wedstrijd tegen SC Cambuur. De afgelopen weken was het spel matig bij de FC en zondag werd nog verloren van FC Utrecht. Daardoor lijkt trainer Erwin van der Looy enkele wissels door te voeren. Gennaro Zeefuik krijgt een kans in de punt van de aanval, waardoor Michael de Leeuw naar het middenveld schuift en Christian Adoyan naar de bank verhuist. Tommy Harrier lijkt dan weer de plek van Joël van Nief op het middenveld over te nemen. Klopt, ik had een hesje aan. Het zou kunnen zijn dat ik start zondag, dus die kans is er. Door deze wissel lijkt Joël van Nief het slachtoffer te worden. Dat is aan het trainen natuurlijk. Ik weet verder niet wat de bedoeling is. En dat moet morgen maar uitwijzen. Dat weet ik verder ook nog niet. Diezelfde van Nief is nog maar een maand bij de FC. Hij werd toen hals over kop teruggehaald van FC Dordrecht en kon de voorbije weken rekenen op heel wat speelminuten. Je moet er natuurlijk zelf, ben je baas erover. Als je zelf goed traint, dan kan je ook gewoon baas staan. Nou, ik begon als wissel, wat gewoon duidelijk was tegen AZ. En daarna heb ik eigenlijk gewoon alles gespeeld. En daar ben ik natuurlijk heel, heel blij mee. Er moet wat recht worden gezet bij FC Groningen. Zeker als rivaal Cambuur op bezoek komt, kan een supporter zeker wat verwachten. Het moet in ieder geval beter dan tegen Utrecht vorige week. Toen verloor de FC in de slotfase met 1-0. Vorige week natuurlijk teleurstellend verloren in Utrecht. Dus dat willen we deze week tegen Cambuur weer rechtzetten. Ja, want jullie hebben eigenlijk nog iets rechtzetten tegen Cambuur. Vorige wedstrijd 4-1 verloren tegen een club die net terug in de Eredivisie is. Dat moet worden rechtgezet, denk ik. Nee, klopt. Als je onze groep ziet en de groep van Cambuur, denk ik dat wij gewoon moeten winnen. Maar goed, dan moet wel alles scherp zijn zondag. En vorige week was het niet zo, dus we hebben wel wat goed te maken. Deze week werd ook het contract van verdediger Johan Kappelhof met 3 jaar verlengd. Daarnaast kan FC Groningen zondag het 1000ste thuisdoelpunt maken sinds het ontstaan in 1971. Afspraak dus zondag. Dan rolt de bal in de Euroborg om 2:30.